de samenleving moet kenbaar maken dat dit gedrag absoluut niet door de beugel kan en schandalig is. Het is definitief. In Den Haag zijn met oud en nieuw geen vreugdevuren. De gemeente zegt geen vergunning te kunnen verlenen aan de bouwers. Ze hebben onvoldoende informatie geleverd. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. En dat ontbreken van informatie heeft ertoe geleid dat de politie en ook de brandweer niet tot positieve advisering konden komen. En dat is voor mij een hele belangrijke randvoorwaarde waar het verlenen van een evenementenvergunning aan moet voldoen. De organisatie van het vreugdevuur op Duindorp liet vrijdag al weten niet meer te geloven in de vergunning. Het was daarna dagen erg onrustig in de wijk. Zijn er nog bushokjes en afvalcontainers voorradig bij de gemeente? Er is van alles voorradig, maar daar zit wat mij betreft de kern van het probleem niet. De samenleving moet kenbaar maken dat dit gedrag absoluut niet door de beugel kan en schandalig is. En dat er verwacht mag worden van de overheid dat die stevig tegen opgetreden wordt. Eigenlijk een beetje treurig dat op deze manier wordt omgegaan met je eigen wijk. En dat je... dat er geen orde is in een bepaalde wijk in Den Haag. En volgens mij moeten we dat gewoon nooit willen en moet er hard worden opgetreden. Wij willen een vreugdevuur en deze jongen willen ook een vreugdevuur. Maar om je deze manier af te reageren, dat moet je gewoon niet doen. Een ideale jaarwisseling denk ik dat we moeten kijken dat het niet een soort van oorlogsgebied is of een situatie is van wetteloosheid. En daar moeten we dus in Den Haag vanaf. Dus dat betekent dat je af moet van het afsteken van particulier vuurwerk. Dat je moet zorgen dat als er evenementen worden georganiseerd, dat dat binnen de wetgeving plaatsvindt en veilig plaatsvindt. Dit jaar geen vreugdevuren. Hoe nu verder? Wat gaat er volgend jaar gebeuren? We hebben in de brief aan de gemeenteraad aangegeven dat wij begin volgend jaar met de organisatoren om de tafel willen. Want dan hebben we ook veel meer tijd. De tijd was nu natuurlijk heel krap. Veel meer tijd om dat overleg te plegen en te zorgen dat er een dan houdbaar vergunningtraject wordt afgelegd.